Hey lieve allemaal, vandaag is de dag dat we de fotoshoot gaan houden. Vandaag is de dag dat we de fotoshoot gaan houden voor mijn nieuwe EP die eraan komt. En ik zit al helemaal in de make-up, thanks to Femke. Oké, we zijn op de eerste locatie. En deze schoenen zijn veel te groot van Laura geleend. Maar we gaan nu naar de auto toe. Vet mooie kever, ik weet niet of je hem ziet. Nee? Nee, dat is dan heel jammer, maar we gaan er zo wel filmen. Oh ja, ik moet praten. Ik dacht Femke gaat het doen. Femke, kom maar. Op beeld. Wij zijn nu bijna bij mijn huis. Wij zijn nu bijna bij mijn huis. En daar gaan we de andere vier shoots doen. We hebben nu nog maar één shoot gehad. Het is echt... Het duurt zo lang. Maar het was... gaat wel goed. Het gaat goed. Oké, nou... ik weet niet eens hoe ik dit beeld ga gebruiken. Want hoe zie ik eruit? Femke gaat nu mijn make-up weer... Zeg je dat? Bijwerken. Bijwerken, maar het wordt dus minder. Want ik leek echt een gothic. We gaan nu met allemaal lichten werken. Voor het eerste nummer van de EP. Dus dat gaan we nu doen. Thanks Femke, je bent een topper. Oké, dit is shoot 2. En ik heb... Oh, ik liet hem vallen. Ja? En ik heb een laserlamp in mijn oog. Oké, ik stop nu. En ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Wel coole dingen opgenomen. En ik heb een paar haters achter mij. Nee. En zij heeft echt zo mooi de visagie bij mij gedaan. Dank je. En ik heb dit te zoeken. Het zit erop en ik ben super trots op jullie allemaal. Jouke, ook op jou. Hielke en hij heeft, hoe noem jij jezelf? Cameraman. Documentairemaker. En hij heeft ook helemaal geholpen met de posities. En dit is Jouke. Jouke, stel jezelf even voor. Ik ben ook de cameraman, regisseur van dit project. Dus hartstikke leuk. Super blij met jou. En Twan, de lichtman. Yes, hoi. Nou, en jullie gaan vanzelf het resultaat zien, dus blijf op de hoogte.